Goedemorgen. Het is ergens tegen 5 in de ochtend. Ik ben aangekomen in Hobbema. Ja, het staat er echt. Hobbema. Alleen dat ze spreekt hier in Engels spreekt, dat is Hobima. Nou ja, goed, het zijn Engelsen. Dus dat maakt op zich heel veel uit. Zoals ik eerder al zeg, het is een wat anders dan ik verwacht had. Het is een First Nation dorp. In plaats van een kleine boerengehucht waar ik eigenlijk een beetje op gehoopt heb. Ja, zoals je kan zien, ik zal de omgeving even laten zien. Daar ben ik uitgestapt, bij het licht daar. Blijkbaar moet ik morgen iemand bellen. Zometeen iemand bellen. Om een nieuwe Greyhound te sturen. Deze kant op. Ja, ik ben best wel zenuwachtig op dit moment. Dat, ik heb nou niet dat als die Greyhound niet komt opdagen. Dan moet ik nog een kleine 35 kilometer teruglopen. Of een kleine 30 kilometer die kant op lopen. Naar het eerstvolgende dorpje. En dan maar hopen dat ik dan... wel een Greyhound kan pakken als ik hem hier niet kan pakken. Ja, ik weet ook niet hoe lang hoe groot het dorp is hier. En hoe groot het reservaat, of het een dorp is of een reservaat is, dat weet ik dus niet. Maar daar komen we over een paar uur wel achter. Ja, ik heb geen slaap meer. In de bus heb ik wel lekker geslapen, maar ik ben nu helemaal wakker. Ja, ik kan twee dingen doen. Een beetje rondlopen met mijn rugzak. Of blijven wachten tot de eerste winkel open is. Even een kop koffie halen en of zo. Ik ga nu in ieder geval eventjes een broodje eten. Ik heb water bij me, dus dat is wat ik nu even ga doen. Ik ga even kijken of ik bordjes kan vinden met Hobbema erop. En of ik even een stoere Cree kan vinden. Die erbij staat. Dat is zo leuk voor later, denk ik zo. Anyway, even kijken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, maar deze camera is veel beter natuurlijk. Mooie.